heb een nieuwe camera, geef nieuwe kansen. Ik ben aan het kruisen. Dan begin ik meestal rond een uur of 9, 's morgens. En dan begin ik om de nieuwe bloemen op te schrijven. En als ik die dan klaar heb, dan ga ik op mijn schemaatje ga ik werken, kijken welke kruisingen ik kan maken. Stop recording. Ik kijk uit naar de nieuwe bloemtrossen, waarvan de eerste stempeltjes zichtbaar worden en liefst nog geen bruine puntjes aan de stuifmeeldraden zitten, om zelfbestuiving te voorkomen. Vervolgens pak ik mijn schema erbij en kijk ik of ik wat gewenste kruisingen kan maken. Die kruis ik dan aan op schema. En dan ga ik labeltjes schrijven die zometeen aan de bloemen komen te hangen. Heb ik hier een bloemetje die ik wil gebruiken als vader. Hou ik hem tegen mijn nagel. En dan een trillapparaatje erop. En dan komt het stuifmeel eruit. En dan haal ik het stempeltje erdoor. Nog niet alle bloemen zijn los. Maar dit herhaal ik om de 2 dagen. Tot ze weer dicht gaan. Vaak gebruik ik ook in plaats van een hele bloem, gewoon een paar stuifmeeldraden van een bloem die ik ook als moeder gebruik. Gaat ook prima. Dat bestuiven herhaal ik een aantal keren. Dat de bloemetjes niet meer open gaan. Als er dan een knikje in het steeltje komt, dat is een goed teken. Dan komt er meestal wel een besje aan. Hier wordt al wat bessen zichtbaar. En dan 1 tot 2 weken later, dan komen er al mooie besjes te hangen. Ook zijn er planten bij die laten uiteindelijk alles vallen. En er zijn altijd planten bij die gewoon niet bloeien. De geniteurs vragen weer een beetje onderhoud. Ik haal dan de dieven eruit. Dat is net als bij een tomaat. Zoals hier zo. En kleintjes. En meestal maak ik een beetje ruimte. Pak ik wat bladeren uit die een beetje naar de binnenkant groeien. En dan haal ik onder vandaan wat bladeren eraf. Hier groeien ook wat dieven. Eventueel kunnen nog wat aardappels onder groeien. En dan bind ik ze zometeen weer op, zodat ze niet onderuit gaan. Ik probeer de bloemen een beetje vrij te houden, dat ik daar makkelijk bij kan. Thank you.
Bedankt voor het kijken.